We zijn vandaag in de Garbage Wijk in Cairo, dat is de vuilniswijk. Er wonen hier ongeveer 20.000 mensen, eigenlijk op het vuilnis van Cairo. Dat wordt hier gebracht en de mensen gaan het selecteren. Dus wat ze doen is plastic bij plastic, papier bij het papier en het glas bij het glas. En zo verdienen ze wat geld. Doorcraft met de partner Life Vision heeft hier een gebouw opgezet. Dat heet Oase. Daarmee willen ze een plek creëren voor mensen om tot rust te komen. Er worden hier aan de kinderen lessen gegeven, veiligheidslessen voor een persoonlijke ontwikkeling. Literatuurlessen, schrijflessen, taal, Engels. Maar ook vrouwen worden geholpen in hun ontwikkeling van analfabetisme, zodat ze wat kunnen lezen, naailessen, etc. Voor het aantal kinderen zijn het ongeveer, ongeveer 200 kinderen die in klas worden geholpen, worden bij hun school. Dus dat is een ongelooflijk groot getal. En de verhalen hebben we net gehoord, het maakt een groot verschil voor de wijk.